Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki installeert vuurwapencommissie en werkgroep vuurwapenbeleid. Commissie georganiseerd overleg voor militairen benoemd. Mijlpaal bereikt met afronding vernieuwde wettelijk kader KPA. Regering blijft wateroverlast binnenland monitoren. Word een beter mens, roept president Santokki op tijdens bezoek aan Taqwa Moskee. En commissie VIP KPS bereidt daggepensioneerden voor. President Chandrika Persat Santokki heeft op dinsdag 26 april 2022 de Vuurwapencommissie en de werkgroep Vuurwapenbeleid geïnstalleerd. Deze commissie zal fungeren onder leiding van Shivanand Ramlal, terwijl Mireille Winter de leiding heeft in de werkgroep Vuurwapenbeleid. De werkgroep zal belast zijn met het formuleren van het algemeen vuurwapenbeleid en heeft onder andere tot taak het beoordelen van aanvragen voor een vuurwapenvergunning. Mireille Winter, voorzitter van de werkgroep Vuurwapenbeleid, vertelt meer hierover. In het kort komt het erop neer dat het vuurwapenbeleid op dit moment niet zo transparant is, niet zo eenduidig is. En de president heeft graag dat wij dus daaraan gaan werken. Dat we beleid gaan ontwikkelen waarbij de burgerij weet waar die aan toe is. Het gaat om beleid ten aanzien van aanvragen, de procedure die daarna volgt, in beroep gaan, in bezwaar aantekenen, maar ook beleid ten aanzien van schietverenigingen, schietinstructeurs, beleid ten aanzien van jachtgeweren, etc. Dus, en wapenopslag. Dat alles moet worden meegenomen door de werkgroep en daar moet beleid op gemaakt worden. We gaan ook kijken naar de wet. De vuurwapenwet en kijken waar die gewijzigd zou moeten worden, maar ook waar er nog uitvoeringsbesluiten opgesteld moeten worden, dan gaan we dat ook oppakken. Ja, dus wat er is dat er ook vandaag een vuurwapencommissie is geïnstalleerd. De vuurwapenwet, de huidige vuurwapenwet, schrijft een vuurwapencommissie voor. En die commissie is belast met het adviseren, beoordelen van aanvragen en het daarna adviseren van de procureur-generaal. Dus die commissie is vandaag ook voor 5 jaar geïnstalleerd. En de meeste leden van de commissie hebben ook zitting in de werkgroep. Dus dan begrijpt u al dat die samenwerking tussen de commissie en de werkgroep heel nauw zal zijn. Omdat dezelfde leden van de commissie dus ook nu medeverantwoordelijk gaan zijn om het beleid uit te stippelen. De regering heeft het besluit genomen om de commissie georganiseerd overleg militairen in te stellen. Dit om te voorzien in de jarenlange behoefte vanuit militairen aan een belangenorganisatie. Dit orgaan is op 27 april 2022 geïnstalleerd door president Chandrika Persat Santokki. De commissie zal zich buigen over militaire rechtspositionele aangelegenheden, de primaire en secundaire voorzieningen voor de doelgroep. Zo net heeft de president van de Republiek Suriname, president Santokki, in bijzijn van de minister van Defensie, mevrouw Matura, en minister van Binnenlandse Zaken, meneer Bronto Sommaharju, de installatie gepleegd van de commissie voor georganiseerd overleg voor militaire landsdienaren. Dus het is eigenlijk een historische mijlpaal dat plaatsgevonden heeft vandaag. Er is al zoveel om te doen geweest. En dan heb ik het niet over de afgelopen jaren, maar zeker langer dan 20 jaren. Er is een wet, rechtspositie van de militairen, dat dateert van 1996 reeds, waar er al sprake was van een commissie voor georganiseerd overleg voor militaire landsdienaren. In 2010 is er toen
een staatsbesluit genomen voor de oprichting van de commissie voor georganiseerd overleg onder leiding van president Venetiaan, juli 2010. En dat is dan toen ook blijven liggen. En vandaag de dag heeft het huidige bestuur weer daadkracht getoond en het opgepakt, de commissie geïnstalleerd en bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende krijgsmachtdelen. En het is vandaag geïnstalleerd geweest door de president van de Republiek Suriname. Hoe moet deze commissie in de praktijk fungeren? Oké, dus de commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende krijgsmachtdelen, de luchtmacht, marine, MP, landmacht. En daarnaast ook nog vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid, het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het is de bedoeling dat het gaat hem eigenlijk voornamelijk over het thema van de rechtspositionele zaken. Bevorderingen, recht op toelagen enzovoort. Waar er een hele tijd weinig aandacht aan besteed. Sinds het aantreden van het nieuw bestuur bij Defensie onder leiding van mevrouw Krishna Mathura is er al een behoorlijke inhaalbeweging gemaakt. Maar 10 jaren achterstand haal je niet in met 1 jaartje. Je hebt daarvoor nog een beetje meer tijd nodig. Dus de bedoeling is dat bijvoorbeeld zaken van bevordering, dat die daar zo concreet worden aangekaart, de dossiers, en dat die dat ook behandeld worden en opgelost worden. Ik begrijp nog steeds niet hoe het, ik weet waar dat het zich richt op wat u daar net zei, maar hoe moet hij in de praktijk fungeren? Dus net wat ik zei, dus je hebt elke krijgsmachtdeel heeft zijn vertegenwoordiging. Dat wil zeggen dat binnen dat krijgsmachtdeel, bijvoorbeeld de luchtmacht, als er zaken zijn, als er militairen zijn die vinden dat zij recht hebben op een bevordering, dat die via de vertegenwoordiger van de luchtmacht worden aangekaart binnen de commissie. De commissie gaat het onderzoeken. Als het klopt, dan wordt die persoon voorgedragen voor de bevordering. Met de afronding van het vernieuwde wettelijk kader voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren is een basis gelegd voor volledige verzelfstandiging. De documenten zijn op 14 april 2022 door de commissie Formatie KPA overhandigd aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Het betreft het vernieuwde reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren, het reglement Penitentiaire Inrichtingen en het reglement Werving, Vorming en Opleiding. Deze zullen het wettelijk kader van het KPA compleet maken en vormen de basis voor het volledig verzelfstandigen van het korps. De commissie, belast met het verzelfstandigingsproces, zal de penitentiaire ambtenaren binnen de inrichtingen in het natraject wederom inlichten over de aanpassingen die de reglementen met zich meebrengen. Projectleider en beleidsadviseur Georgettina Acton heeft samen met haar bondgenoten een uitmuntende bijdrage geleverd aan het proces van verzelfstandiging. Minister Amoksi gaf tijdens een bijeenkomst aan dat deze aanpassingen nodig zijn om het korps naar een hoger niveau te tillen en de professionalisering te vergroten. De minister is van oordeel dat dit wettelijk handvatten zal bieden aan het management om zowel beleidsmatig als in de uitvoering via wet en recht te handelen. Het KPA zal de eerste van de korpsen zijn met zo'n uitgebreid werving, vorming en opleidingsreglement. De regering blijft de situatie van wateroverlast in het binnenland monitoren. Vanaf dag 1 zijn de ministers in samenwerking met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, bezig met de maatregelen, zegt president Chandrika Prasad Santokhi. In opdracht van de regeringsleider is er op dit moment een missie in de gebieden die getroffen zijn. Het staatshoofd is regelmatig in contact met de autoriteiten over de mogelijke acties die ondernomen moeten worden. Het NCCR, het clusterteam van ministers en de districtscommissarissen
hebben de opdracht gekregen om te inventariseren wat de schade is. De regering gaat op dit moment door met het bieden van hulp en creëren van faciliteiten voor de getroffenen. In samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de Staatsoliemaatschappij Suriname heeft het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing ervoor gezorgd dat de mensen van het hoognodige worden voorzien. Vanuit het NCCR is de distributie van water reeds opgepakt, omdat de waterbronnen in vele gebieden vanwege wateroverlast buiten werking zijn. Per 20 april is er een aanvang gemaakt met het verstrekken van hulpgoederen, waaronder voedsel, laarzen en dekzeilen. Er zijn veiligheidsvoorzieningen getroffen om haven en goed van burgers te beschermen. Staatsolie heeft 2 vaartuigen beschikbaar gesteld om getroffen personen te verplaatsen. Door te vasten werkt u aan uw eigen discipline om zo een beter mens te worden. Zo sprak president Chandrika Persat Santokhi in de At-Taqwa Moskee tijdens een bezoek op dinsdag 26 april. Volgens het staatshoofd draagt het vasten, onthouden van lusten en gebed bij tot het vormen van een geestelijk sterk en gedisciplineerd volk en een gezonde samenleving. De president bezocht de moskee ter gelegenheid van de iftar, ontvasten, in het kader van de Ramadan, de vastenmaand van de moslims. Als ik hier sta als president en u in gebed bent in uw moskee, dan beseffen we ook dat in de wereld miljoenen moslims meebidden. En dat is een kracht tijdens Ramadan. Door collectief gebed, wereldwijd gebed, wij de zegen kunnen afsmeken van Allah Ta'ala. Omdat er problemen zijn in de wereld. Er zijn problemen in de wereld. Er zijn slachtoffers die vallen tijdens de oorlog. Er is hongersnood en er zijn nog zoveel misstanden in de wereld. En wij moeten de Ramadanperiode gebruiken om ook voor hun te bidden. Dat ze ook beschermd mogen worden en begeleid mogen worden naar betere tijden. We hoeven niet zo ver te gaan. Ook in ons eigen land zien we dat er door zoveel regenval er een wateroverlast ontstaat, waar veel mensen op dit moment hun woningen hebben moeten verlaten, zijn ontheemd. Ze verblijven elders, waar de regering inkomt met hulp en noodvoorzieningen. Laten wij ook voor hen bidden. Laten we ook bidden voor de minder bedeelden. En u bent voorgegaan als een moslimbroeder en zuster. Door te vasten. Met vasten laat u ook zien dat u meeleeft met de personen die het minder hebben. Dat u meeleeft met de personen die honger lijden. Dat u solidair bent, maar ook met de minder draagkrachtigen. En daarom is het bijzonder goed vandaag om hier aanwezig te zijn. Want met uw gebed toont u ook discipline. Het is zoals voorzitter net gezegd heeft, onthouding van enerzijds voedsel, maar ook onthouding van alles wat te maken heeft met lusten. Maar tegelijkertijd werkt u aan uw eigen discipline. Werkt u aan uw eigen weerbaarheid. Werkt u aan uw eigen vermogen om niet afgeleid te worden, om niet verleid te worden. En dat is wat we nodig hebben. En daardoor zult u zeker met uw vasten en uw gebed een beter mens worden, een beter moslim worden. En dat is het doel wat we allemaal willen, een betere samenleving, een beter Suriname voor ons allemaal. Als moskeeganger van At-Taqwa moeten we vereerd zijn dat we de president, de hoogste persoon van het land, hier in ons midden mag hebben. En samen met ons het iftargebed en het iftar mag hebben en ook het gebed mag verrichten. Wat ons het meest aanspreekt is ten aanzien van het helpende hand bieden aan degenen die in nood zijn. En vooral nu, waar er heel veel ontwikkelingen in de herenwereld zich in de plaats heeft gehad,
de oorlog in Oost-Europa, in ons eigen land, waar delen van ons land en bewoners zich ontheemd zijn geworden vanwege het onderwaterlopen van hun woongebieden. Dus het spreekt ons aan om meer te denken aan degenen die in nood zijn. Op initiatief van de commissaris Ruben Kensen van het Korps Politie Suriname, KPS, zal er op 7 mei een speciale dag naar het politie-recreatieoord Krakka worden georganiseerd. Het uitstapje is voor de minder actieve politiefunctionarissen, gepensioneerden en burgerpersoneel van het KPS. Op die dag vindt de proclamatie van de VIP-KPS-vereniging plaats om al deze functionarissen tegemoet te komen. De dag is bedoeld om extra aandacht te besteden aan de mensen die na 20, 25, 30 en 40 onafgebroken dienstjaren hun krachten hebben gegeven aan het korps. Met dit initiatief wil de korpsleiding de waardering voor deze functionarissen en ander personeel naar een hoger niveau brengen. De gedachte is ontwikkeld door de nu nog actieve commissaris van politie, Omar Terborg. En de huidige korpschef, waarnemend korpschef van Korps Politie Suriname, commissaris Ruben Kensen, om extra aandacht of wat aandacht te besteden aan de mensen die na 25, 30, 40 dienstjaren onafgebroken en trouw hun diensten en krachten te hebben gegeven aan het Korps Politie Suriname. Om die mensen die vaak genoeg geen belangen behartiger hebben, om die mensen toch enigszins tegemoet te komen. En aan de hand daarvan is, hebben wij op 7 mei aanstaande de proclamatie van de VIP-KPS vereniging. Het is om al deze mensen, zowel burgerpersoneel die bij de politie heeft gediend, als politieambtenaren, om die mensen tegemoet te komen. Ja, omdat de president ook gepensioneerde is van de politie. Ook de huidige minister van Defensie, mevrouw Matura, is ook een gepensioneerde van de politie. En als zodanig bij de proclamatie van deze vereniging kunnen wij deze mensen niet uitsluiten. Ze zijn een deel van ons. En uit die hoofden dat we de mensen dan ook uitnodigen. Dat woord van gepensioneerde en ex-politieofficier en dat soort dingen, ex-ex, dat soort toestanden, een beetje op een ander niveau te brengen. En wij hebben toen gekozen voor de term VIP-KPS. Dus je bent VIP van het Korps Politie Suriname. Waarom hebben we dat gedaan? Wanneer je actief bent, dan ben je bijna elke dag met elkaar samen. Of je zit in een meeting, of je zit in een vergadering, of je werkt samen, of je bespreekt samen. Maar als we eenmaal met pensioen zijn, dan is het alsof je nergens bent. Als je toevallig een gepensioneerde ontmoet, dat horen we elke dag. Maar dat willen we niet meer hebben. Wat wij zeggen is, wij willen dat in ieder geval, misschien met een beetje minder activiteiten, maar door laten gaan. Want als je eenmaal gepensioneerd bent, ben je zo moe van het 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, 35 en 40 jaar onafgebroken trouw en eerlijk de politie te hebben gediend. Ja, dan ben je eigenlijk moe geworden. Maar wij denken dat we die vermoeidheid op een andere manier willen activeren, zodat de mensen weer zich niet zo vermoeid voelen, maar wel meegaan. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.